vandaag bevrijdingsdag. En hoe kan je bevrijdingsdag, de vrijheid, nou beter vieren dan lekker in het bos te gaan vogels kijken. Nou, dat ga ik dus doen, het Ezerse Bos. En ik hoor al de wonde vliegen van me zingen. Ik weet niet of ik hem kan filmen. Ik sta echt al een half uur ver weg van een nest waar zwarte spechten vermoedelijk broeden. En ik, het was heel leuk. Mannetje of vrouwtje kwam aangevlogen. Mannetje ging eruit, vrouwtje erin. Dus waarschijnlijk zijn ze nog aan het broeden. Of zijn die jongen heel klein, moeten ze warm gehouden worden. Maar ik denk dat ze nog aan het broeden zijn. Dit leek echt wel op een broedwissel. Alleen een beetje dom, want ik heb niet zoveel ruimte meer op mijn telefoon. Dus ik ga het kort houden. En ik was net een filmpje aan het wissen. En toen kwam het vrouwtje aangevlogen. Ik stond de hele tijd daarop gefocust. Nou, dat zul je altijd zien. Maar ik heb ze al even kunnen vastleggen. Wel ver weg, zelfs door het telescoop is het niet super, maar ze staan erop. Nou, top. Mooi begin. Ik ben nu even op de Ezerse Hei. En de grote boomleeuwerik zingen. En veldleeuwerikken. Ik had net gekregen een roodstaart, die hoorde ik. En onderweg fluiten. Nou, dat is echt veel te zien. Alleen de vogels werken niet zo mee met het filmen, helaas. Dus ik kan ze niet laten zien. Ik ga nog even proberen het leukste te filmen. Omgeving hier. De boomleeuwerik is ook in een boom gaan zitten en zingt vrolijk door. Ik zal stil zijn. Maar het is dus niet super goed te zien, maar dat komt. Hij zit, het is vrij geen zeer. En hij zit helemaal bovenin die boom daar zo. Dus dat is, dat verklaart het. Maar leuk dat hij zo mooi zit te zingen. En boomleeuwerikken die zingen en dan vanaf februari doen ze dat. En ze zingen dus vanuit de boom. Ze zingen soms al vliegend. Dat doen ze nu te lang. Niet zo hoog als de veldleeuwerik, maar soms inderdaad zo hoog dat je ze niet meer kan zien. En wat ook heel leuk is, je kan, want mensen weten niet altijd het verschil tussen de veldleeuwerik en de boomleeuwerik. Veldleeuwerik hoor je daar. De veldleeuwerik zingt over het algemeen gewoon kaal terrein. En de boomleeuwerik wat meer aan de rand. En ze komen ook op dezelfde plekken voor. Maar zo kan je het een beetje onthouden. De boomleeuwerik, ja, dan moeten wel wat bomen staan, anders heb je geen boomleeuwerik. Prachtig geluid. De veldleeuwerik zijn goed bezig. Fantastisch mooi. Ik sta hier nu te wachten bij een spechtennest. Grote afstand hoor. Dus ik heb door het telescoop gefilmd. Maar er gebeurt nog niet veel. Ik heb namelijk het vermoeden dat dit een nest van een kleine wondspecht is, maar ik weet het niet zeker. Maar goed, vandaag ga ik daar niet achter komen. Of nu in ieder geval niet. Maar wie weet, ik hou het in de gaten. En als ik ze vind, dan zal ik het laten zien. Nu niet meer. En dan krijgt de rode staart. Nou, zit hier van alles. En sowieso is het heel erg leuk. Want op 12 mei, moederdag, 's ochtends, dan heb ik een spechtensafari hier in het Ezerse Bos. Er zijn nog tickets, dus als je mee wil, superleuk moederdag cadeautje. Lekker op tijd opstaan voor de echte vroege vogels, voor de echte bikkels. En dan gaan we op zoek naar spechten. Zwarte specht, kijk even naar buiten of de kust veilig is. Hier zit de tong.
mannetje. Loopt bij het mannetje helemaal door tot de snavel. Een mooie zilvergrijze snavel. En je zag de tong even. Nou, dat was toch echt top. Hele mooie ochtend. Best veel, redelijk veel gezien, niet heel veel kunnen filmen, maar zo'n zwarte specht maakt alles goed. Echt geweldig is dat, hè. Dan wil je bedanken voor het kijken. Graag tot de volgende keer. Oh ja, als je deze video leuk vond, like hem dan even en deel weer in je netwerk. En tot de volgende keer.